Welkom bij deel 4 van de Sunshine Flower Call 2017. Je hebt nodig Yarn and Colors Must Have Soft Cree, een schaar en je haaknaald nummer 4. Neem 2 crannies. Werk eerst alle draadjes weg zodat je gelijk een mooie cranny hebt. Leg de crannies met de verkeerde kanten op elkaar zodat de mooie kanten aan de bovenkant zitten. Dus aan de voorkant. Het ene draadje bovenaan zal naar rechts buigen en het andere, het achterste draadje, naar links. Dan heb je het oké. Leg ze mooi op elkaar. Neem nou de hoeken en steek met je haaknaald in de rechte hoek in het open gedeelte in. Neem je draad en haal dit door de opening. Haak een vaste. Haal je haaknaald dus door de opening. Neem je draad terug door de opening. Draad over je haaknaald en haal door 2 lusjes op je haaknaald en trek een beetje aan. Dat is dus de vaste. Haak nu ook een vaste in de volgende steek. En dan 2 keer. Dus je doet hier zo. Hier doe je je haaknaald in. En ook door die andere cranny die erachter zit. En zo haak je de crannies dus aan elkaar met een vaste. En daardoorheen, draad erover, door allebei de steken, haak draad erover en door 2 lusjes op je haaknaald heb je weer een vaste. En zo haak je dat helemaal over je hele cranny heen. Vind je het niet mooi dat er een dikkere rand zeg maar aan de bovenkant zit van je deken? Dan kan je dus dezezelfde techniek alleen dan aan de verkeerde kant haken. Net wat jij mooi vindt. Nu gaan we dat draadje wegwerken. Zijn we daar aangekomen. Je steekt je haaknaald in de opening. Dus niet in een steek, maar in de opening. En ook in dezelfde opening aan de achterkant van de cranny. Je neemt je draad mee terug door die opening. En je haalt die door 2 lusjes. Eigenlijk gewoon een vaste, alleen dan in de opening. En zorg dat die draadjes tussen je vaste komt te zitten. Zodat je die heel mooi wegwerkt. En niet zometeen... nog los zitten. Dus want dat is natuurlijk niet mooi dat je draadjes ziet in je deken. Dat is de oplossing. Dan zijn we bij de laatste gekomen, op het laatste stukje. Dan kun je hier een beetje zien hoe het dus geworden is. Als je dat dus niet mooi vindt, moet je het aan de andere kant doen, wat jij wil. Neem weer 2 crannies, die leg je dus weer met de verkeerde kanten op elkaar met de mooie kanten aan de voorkant. Oh ja, dat is nog het laatste, dat je dus weer in die openingen vaste haakt. Trek goed je lus aan en haal dan die 2 crannies dicht bij de andere 2 crannies. Haal weer door die opening weer een vaste, maar zorg dat je je lusjes heel strak hebt staan, zodat ze echt heel dicht tegen elkaar aankomen te staan. Anders gaan ze heel los. En zo haak je weer allemaal vast in elke steek. We zijn weer op het eind, weer in de opening. En zo heb je eigenlijk een soort vlaggenlijntje. Zijn we op het einde, helemaal op het einde gekomen van die hele rij. Je doet er 13 crannies aan elkaar haken. En dan knip je dus af. Je haalt hem weer gewoon door, trekt hem aan en je werkt ze later allemaal weg. Nu gaan we de volgende crannies daaronder vastmaken. En je pakt eigenlijk dus een nieuwe cranny en die haak je dus aan de onderkant vast. En opnieuw met de verkeerde kant tegen elkaar de juiste kant erboven. En zo haak je precies hetzelfde als wat ik hierboven beschreven heb. Ook deze crannies haak je weer op dezelfde manier zoals ik net verteld heb aan elkaar vast. Let echt heel goed op dat je dit echt strak doet, want je ziet het als je heel los doet. Zoals hier doe ik het eigenlijk te los. Trek het echt goed aan. Tadaa! Je kunt eventueel ook een leuke cranny slinger maken als je dat leuk vindt. Hier nog even detail.
En we gaan weer verder. Nu heb je dus alle krenties aan elkaar gehaakt. Maar je ziet dus dat ertussen, zeg maar, is het dus nog open. Hier zie je heel mooi die steek erop. Nogmaals, vind je dat niet mooi, kun je hem aan de andere kant doen. Eigenlijk werkt dit heel simpel. Je vouwt hem dubbel. En ook hier begin je dus weer in de hoek. En eigenlijk spreekt het nu denk ik wel voor zich. Haak je weer allemaal vaste. In de opening dan een vaste en verder in elke steek een vaste. En zo haak je hem helemaal dicht. En laat ik je zo nog even zien hoe je dat dan op die hoeken doet. Dan zijn we in die hoek aangekomen. Haak je in de laatste steek gewoon nog een vaste. Even kijken hoor. Ja. Gaat een beetje lastig. Dat zie je net zien. Zo. En dan gaan we in die opening. Moet je heel goed kijken dat je in de juiste opening ook aan de achterkant doet de juiste opening. En dan haak je ook weer een vaste. En dan ga je er overheen en dan haak je in die volgende opening weer een vaste. Dus je gaat over dat dikke stukje zeg maar heen. En zo haak je weer in elke steek een vaste. En dat is dus, zo haak ik dan de hoek. En weer op het einde aangekomen. De laatste steek een vaste, in de laatste opening een vaste. Ik ben niet zo snel als dat ik praat, merk ik wel. Ja. Dan neem ik de schaar en dan knip ik weer af. En ook dit draadje werk je dan aan het einde. Als je alle krenties aan elkaar hebt gehaakt en het is helemaal oké, dan werk je dat helemaal weg. Met dit als eindresultaat. Ik vind hem steeds mooier worden. Jij ook? En nu mag jij aan de slag. Heel veel succes. Je kan het. Doei doei!